Steenbokken, welkom bij jullie maandelijkse horoscoop voor het teken Steenbok voor de maand november 2013. Het is een goede maand voor de Steenbokken om op reis te gaan als ze dat kunnen. En om actief te zijn in het buitenland. De ganse maand zal de planeet Mars in het negende huis transiteren. En het negende huis is het huis van verre reizen, maar ook van kennis, van studie. Dus het is een goede moment om... Om veel werk te verzetten op het gebied van studie, op het gebied van zijn visie verruimen. Dat is al één boodschap. Tweede boodschap is dat er een grote nadruk ligt op jullie elfde huis. Er is nu ook een zonne-eclipse, de 3e november, maar die blijf je voelen voor de ganse maand. In dat elfde huis, wat is dat elfde huis? Dat zijn vrienden. Dus voor een aantal onder jullie zullen er nieuwe vriendschappen zijn, of vriendschappen die terugkeren, of vriendschappen die stoppen. Die niet langer interessant zijn voor jou. Of op het gebied van nieuwe wensen die je hebt voor de toekomst. Hetzelfde huis is het huis van de toekomst. Dus misschien ben je nu heel hard bezig om een aantal beloftes te maken voor de toekomst. En het zijn heel belangrijke, dus ze wegen zwaar door, zal ik zeggen. Maar je bent een steenbok en de meeste steenbokken houden wel van een stukje verantwoordelijkheid. Dus ga ervoor. In ieder geval, het is een maand met veel actie. Het is een maand ook met iets waar jullie van houden, normaal gezien de steenbokken, met die verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen toekomst. Dat is een beetje de clue van het verhaal voor november. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Wensen jullie een persoonlijk horoscoop, dan is dat mogelijk. Moet maar even kijken naar de links hieronder. Ik wens jullie een fijne maand en tot volgende maand.